De stichting Broerspap die is ontstaan door zes vrienden die ieder jaar, en dit jaar dan voor de tweede keer, de Schutstal Ethisch Party organiseren. En die dachten van, eigenlijk willen we daar wel wat meer mee doen. En toen hebben we tegen elkaar gezegd van, laten we een stichting vormen. Stichting is altijd zonder winstoogmerk en laten we alle winsten laten voortvloeien naar goede doelen. Wij zijn begonnen met het eerste goede doel, dat was Pirates for Kids, met de Ethisch Party vorig jaar. Pirates for Kids van Don van Haren, dat ging heel goed. Dit jaar was het de Voedselbank Zuidoost-Groningen hier in Vlachtwedde. Wij zijn in principe eigenlijk altijd wel gevoelig voor regionale goede doelen. We hebben nu nog geen besluit genomen over welk goed doel, omdat goede doelen melden zich nu ook wel een beetje bij ons aan, omdat er best wel veel geld vrijkomt. De stichting is altijd zonder winstoogmerk en alles wat wij zeg maar tussen haakjes verdienen, wat er overblijft, en dat is best wel redelijk, gaat naar een goed doel. Je had vroeger, heel vroeger had je Inferno, wat daarvoor nog VAT 69 heette, maar daarna Inferno. En hier waar we nu staan, voor zaal 12 in Vlagwedde, was vroeger discotheek Vanity. Ook wijd en zijd bekend. En toen hebben wij met de eigenaar van nieuwe zaal 12 gesproken en gezegd van, eigenlijk willen we daar ook wel iets leuks mee. En toen hebben we met elkaar besloten om een soort van Vanity Inferno Revival te organiseren. En dat gaan we doen op 21 juni met een special act daarbij. En dat is... Ja, daar zijn we hartstikke trots op. Want we zijn er heel lang mee bezig geweest. Maar de superbekende band, de New Adventures, die komen hier optreden op die dag. Die spelen komende zomer nog op Retropop in Emmen, dus het is echt heel groot. En wij hebben ze naar Vlagwedde kunnen halen en daar zijn we heel trots op. New Adventures komt eigenlijk oorspronkelijk een beetje uit Veleveen, dus ook uit deze omgeving. Was razend populair in die tijd. En die zijn nu ook weer aan de weg timmeren met een nieuwe album. Ze komen hier spelen. Ook hun oude nummers, maar ook hun nieuwe nummers. En dat gaan ze doen op onze revival hier. Ja, dankjewel. We hebben gemerkt de afgelopen twee jaar dat we echt actief zijn, is dat er voor met name 30-plussers in deze omgeving niet zoveel te beleven hebben. Je hebt wel hier en daar wat festivals, maar wij merken ook aan de reacties die wij krijgen naar aanleiding van de ethisch parties in de Schutstal, dat het toch leeft. Mensen willen af en toe gewoon lekker uit en met leeftijdsgenoten en 30-plussers met name willen wij een leuke avond bieden. En dat is ook onze doelgroep wel een beetje. En wij merken ook heel erg dat die mensen alweer bezig zijn met deze party. En met het verhaal van de New Adventures die we hier krijgen. Het leeft enorm weer in Vlagtwedde en omgeving. Wijde omgeving, Winschoten, krijgen overal mail vandaan. En dat is prachtig. En dat is wat we natuurlijk graag willen. Misschien kun je nog vertellen hoe de mensen aan de kaarten kunnen komen. Ja, dat kan ik ook. Wij hebben gekozen voor de oude manier van kaartverkoop. En de oude manier van kaartverkoop is eigenlijk met voorverkoopadressen zoals het vroeger ook was. Hier bij zaal 12 is een voorverkoopadres. We zijn dan vandaag met de kaartverkoop gestart. Maar ook in de omgeving, er staat allemaal op posters in Winschoten, in Sellingen, in Bellingwolde. En Oude Pekela natuurlijk. Daar zijn allemaal voorverkoopadressen. Kunnen mensen gewoon kaarten kopen zoals dat vroeger ook ging. En dat is ook een beetje in de trant van de retro wat wij heel graag willen.